Hallo allemaal, welkom terug. Ik ben benieuwd of ik nou nog in de fik sta. Dat is een bug geweest, want normaal sta ik maar voor een paar seconden in de fik. Zo te horen brandt het nog steeds. Oh nee. Ik ga nog maar weer eens een keer proberen. De tijd loopt. Ik zet net nog even op Facebook. Dat zet ik op mijn Facebookpagina van muziek. Statues. Daar. Oh, daar! Het is me nooit opgevallen dat ze dat zegt. Maar daar heb je een Facebookpagina, dat heet Muziek van Vroeger. Dat is echt dat Vroeger. Geweldig. Ja, ik zit heel veel op die die Facebookpagina's van Historisch Amsterdam, et cetera. Ik vind het gewoon fantastisch. Het is mijn stem. Daar ben ik geboren, getogen. Een groen item, daar zijn we gek op. Met nog meer HP. Vette Hielmen. Dankjewel. Hey, heb ik mijn groen? Grauw heb ik daar. Ja, voorscreen. Yes. Oh, verder, alsjeblieft. Dank je. Dan is het fris in huis, het dan eindelijk weer snik heet. Nou ja, voor mij is 26 graden als snik heet. Nee, ik overdrijf niet. Wat hebben we voor een winter gehad? Helemaal. Is die binnen iets te ontdekken? Nee. Hier wil ook nog wel eens wat spul leggen, wat je kan scheppen. Oké, ik maak uitzonderingen dat ik geen vrouwen dood, mits ze mij afvallen. Dan. Maar zoals mijn companions, daar blijft iedereen vanaf. Ja, maar mijn companion komt aan mij. Oh nee, ik sta weer in de fik. Nee, alsjeblieft. Nee, kijk, zie je, het is alweer uit. In het vorige deel bleef ik branden. Ik ging dood. Ik kom weer tot leven, ik sta weer in de fik. Ik denk, dat kan niet. Dat is een bug. Ik ben even teruggegaan. Oh, lekker. Pas op. De chat weer gaat. Hey. Blueberry muffin. Ook een leuke naam. Blueberry muffin. Ah, oh, die zoekt een party. Voel. Minot. Oh, weer dan. We zijn klaar. We mogen weer terug. De tuig moet ik afvallen, anders steken ze me in de rug. Oh, zij zit me in de fik. En ze zie je uit. Dat was net een foutje, dat kan niet anders. En normaal, als zou het wel zo zijn, als je dan doodgaat en je komt weer tot leven, dan moet je niet meer in de fik staan. Dat is nooit. Maar dat stond ik alsnog, dus ik had zoiets van... Ik ga het spelletje voor die opstarten. Nou, ondertussen gegeten, boodschappen gedaan, weet ik van wat allemaal, Facebook gekeken.
Nee, toen niet gaan vestpelen. I take it many slave captains have died this day. Are you surprised, Imperial? Oh, I didn't mean to doubt you. Please take no offense. I must say, my lord, it's been inspiring watching you work. Prostrate yourself elsewhere, Imperial. I'm sorry if I've angered you. I'll inform Lord Varys that the situation has been handled. Geluid even wat zachter zitten, want net stond mijn geluid bijna uit, dus toen hoorde ik het niet goed. Vijftig. Hallo. 50. Nee, die mag anders. Die mag wel wat harder, want soms hoor je je compagnie niet. Oh shit! Moet je natuurlijk wel opslaan, hè? Sorry als het in de vorige afleveringen te hard was. Sorry, ik heb altijd mijn volume van mijn tv heel erg zacht staan, maar dat was nou een goed nummer. Dus dan zet ik hem altijd even wat harder. Dan heb ik headset op. Zodat de buren er geen last van hebben. Maar ja, als je dan je headset eruit haalt en je gaat verder spelen, ja, dan ineens staat het knalhard. Zo! Waar gaan we heen? Naar Barras? Jazeker! De hypo weet ik er. De hypocriet. Ik kan je heroic quest aannemen, maar die, nee. Hier weer in een party, dat heb ik gezien. Oh, ik zou eigenlijk die flashpoint gaan doen. Nou ja, doe ik naar deze. Dus na deze komt de flashpoint. Het is een clip op zagen, want de kassadie duurt best wel lang. Dan gaan we een half uur, drie kwartier. Dat legde net aan hoe goed het gaat. En of je goed of slecht eindneemt. En ik ben nog niet een beetje helemaal uit. Maar ik denk dat ik voor een goed einde ga. Dus ik kan gewoon vet erbij me houden. Niks ervan. Ik heb die achievement al dat ik het van beide gedaan heb. Nee, Vettel, je gaat op vakantie. Nee, je gaat mijn rode puntjes niet ontnemen. Nee. Niet kijken, Vet. Niet kijken. Burn my flesh. I'll tell you nothing. I will not be denied. No, bitch! You monster! I didn't know bodies could bend like that. I think I'm gonna be sick. Spare yourself. You shouldn't have to see this. Ah, good. You returned. Commander Fritch confirmed that the slaves had been silenced. Good. Still trying to extract the information I crave from... Stuur me naar die kathedraal dat ik dat ding kan halen, want hij leeft nog. Zometeen is hij bijna dood. I thought you said you were good at this. Now is not a good time to test me, apprentice. Test je niet. Ik doe jou alleen maar alvast aan het aan wat je mij gedaan hebt. Want anders heb ik de hele tijd poes lief en alles tegen en uiteindelijk wil je me doodmaken. I have another important task for you. It involves a renegade Sith Lord named... Ach, kratten. ...a particularly bothersome thorn in my side. Meet with my apprentice, Draco Hall. He's my covert operative in Gotham's compound. Bomb claims to have made a key discovery. Do you know the nature of this discovery? Paul only communicates in predetermined signals. He was to find Gotham's exploitable weapons. And today he's... Want ik ga hem doodmaken. Oh ja, maar ik ga hem doodmaken. Is your other apprentice above me in the pecking order? I'm sure he views himself as your better. But he has merely been here longer. Ah, but
public wretch. Where were we? The public wretch. Oh, yeah. Dus jij bent in wezen een assassin. Want alleen een assassin kan dit doen. No. Oeh. Is resilience? 44? Oh, deze. Die andere heb ik rood. Alleen bij deze niet. Wacht even met healen. Nog een keer. Dankjewel. Wat een lelijke kleding. Lijkt me dat ik van een of andere rugby team ben. Yeah. Ik zou blij zijn als je 60 bent. Dan kun je dagbares kleding aan. Die is helemaal zwart. Mijn kleur zwart. Mijn kleur. Skilletje leren. Sta je op trainen? Ja, ik zie zo niks. Oh. Nee. Oké. Oh, ik ben ook geleveld opgegaan. Jawel. Nee, niet. Oh, wat is mijn level nou? 34? Ook weer een level 50 dan. Ik zie level 50. Yeah! Even snel piekendietje. Oh, altruïsme. Ah, fuck. Ook. Legacy of Crafting. Ja, oh, wacht even. Dit is deze, toch? Ja. Ah, oh, oké. Maar dan kan ik ze allemaal kopen. Dit is allemaal companion gebonden. En als ik hem nou niet meer met deze koop, dan koop ik hem met mijn euro's. En dan heb ik daar geld in gestoken. Maar daar ben ik zuinig op. Dat was dat ze voordat je meer influence kreeg, ja. En op de een of andere manier is dat dit ook. Ik vind best. We nemen ze. Oh, dan ga ik Trekkie ook kopen. Trek! Dank u. Oh, verkeerde. Kijk eens. Zo, mijn companion is nou alles gedaan. Oh, deze moet ook. Oh, die kost 2 miljoen. Oké. Weet je wat? Kom hem daar mee. Zo. Ach, dit is het verkeerde. Die bedoelde ik helemaal niet. Die bedoelde deze. Want als ik nou bijvoorbeeld mijn skills verkeerd heb gedaan, dan hoef ik geen geld te betalen. Ik kan niet ze gratis om laten zetten, anders kost het weer 10.000 credits. Oh ja, dat zijn ze sneller terug. Dus, ja, alsjeblieft. Die wil ik hebben. Die kan ik nog niet, want ik heb die quest nog niet gedaan. Dat is jammer. Warzones ben ik niet geïnteresseerd. Op de duur heb ik alles, maar dan ook echt alles gekocht. Maar ik doe nu alleen de belangrijke die ik nodig heb. De laatste die ik heb gedaan. Je kan je companions kan je op wegsturen als je een volle tas hebt. Een beetje donker, hè? Oh, dus je is al weg. Zo. Je kan je companions erop uitsturen om waardeloze spullen te verkopen. Normaal zijn ze dan voor 1 of 2 minuten weg. Bij mij zijn ze nou binnen een seconde terug. Of 10 seconden, wat was het? 5 seconden. En hier is het na 30 seconden. En standaard is het 1 minuut of 2 minuten. Dat is voordat als je meerdere companions hebt, want dan kun je gewoon een andere grijpen. Als je zo companion-minded bent als ik bedoel ik daarmee. Even kijken, dit is Improved Starfighter. Die wil ik hebben, maar ik wil ook piloting hebben.
Waar is piloting? Ah, hier. Yes. Koper. Oh, nee, die kopen wij. Oh, ja. Insufficient level. Ah, shoot. Maar ik heb toch... Normaal kun je ze altijd kopen dan. Kijk, dit ook. You do not have enough credits. Purchase. Improve Starfight Experience. Dat is wel goed voor nu even dan. Dit was een sufficient level. Wat voor level? Level 25. En ik ben 15. Ja, mijn camera staat naar boven. Want ik kon niet zien... mijn companion, weet je. Normaal kijk je hier over. En, ja, en als ze gaan moet healen, dat je bijna dood bent. Dat je zelf op een skill kunt klikken, dat ze je healt. Dat je anders de pijp uitgooit. En dan hebben we nog een andere. Other. Ja. Kijk, en hier zeg ik... ik heb het dan allemaal. Hier kan je kiezen wat je wil, wat die standaard is. Ik heb rood. Dat is bij mij standaard. Dus zodra ik mijn spel begin, staat hij op rood. Want ik speel ook Jedi. En die staat standaard wit. En dat wil ik niet. Ook rood, want ik speel nooit wit. Ik neem af en toe wel wit. Maar dat is uitstaat als ik weet van het is nodig. Zoals net bij Vette ook. Want als ik, dan had ik wit gedaan, dan krijg ik meer punten voor. En het staat me dan niet in de weg voor mijn achievement die ik krijg als ik level 5 van rood ben. Mijn eerste account was ik het al, maar ja, dat zeg ik, die is geband voor het leven. Doordat ik goud had gekocht er twee keer aan toe. Eén keer was hem goud, de tweede keer was het ja, spijtig, maar account is verwijderd. En daar was ik ziek van, want daar had ik heel wat geld in gestopt. Nou ja, dat had ik hier ook dus. Maar dat doe ik dus niet meer. Als ik nou credits nodig heb, ik koop wel spullen in de shop. En dat verkoop ik dan... Nomads for Femrin. Nee, dat weet ik. Dat is dat meisje. Je hebt ons allemaal te grazen genomen. Die andere twee zagen dood en zij is gewond. Of één is dood, één is gewond. Even kijken. I failed you, friend, the acolyte, and I promised we eliminate Femrin, but he proved too strong. Poor Timo died instantly. I still hear his screams. Femrin cut me too. I only just woke up from my coma, and the doctors say I won't walk for months. Lying here, I've learned to own my agony. I realized why you sent us after Femrin. You knew he'd kill us or make us stronger. Tino was weak, but I survived and thought I may be crippled for now, but hate gives me the strength for that. I thank you. Maar ik krijg ook geld. Malora. Dat is dat vrouwje met die hersenen. Dat ik eerst naar Havers ga en daarna naar haar. What you did for me, moving against Lord Renning, was risky and took vision. The overseers are beginning to talk soon. The Dark Council will see my master for the lunatic that he is. Now I hear you're close to completing your trials. I've sent you a small gift, a sign of respect and thanks. Never let it be said, I was slow to see the next Sith Lord in the making. Be well, Sith, and remember me later. And that bedoel ik, remember me later. Dat is wanneer je 60 bent of zoiets. En dan krijg je een quest en dan moet je naar haar toe. En heb je de personen niet het? Bye bye! Maar money. Het is niet veel, maar alles, alle beetjes helpen. Zo! Vette, waar ben je? Waar ben je? Ja, je companions hebben af en toe de gewoonte om weg te rennen.
Daarom moet je zoveel mogelijk punten in ze stoppen, want dan doen ze dat niet. Het heeft niet alleen met vrijheid te maken, nee, het heeft met heel veel dingen te maken. Ze luisteren beter, krijgen een betere band. Je krijgt kwesten van ze, ze vechten beter, ze healen beter. Het heeft er allemaal mee te maken. En daarom moet je er wel punten in gooien, maar ik ga geen punten in Romeins gooien, want ik weet wat er gaat gebeuren. Het was hierdoor. Oh, ik ging wel goed. Ah, oh, ik ben helemaal afgeleid. Ik ben helemaal afgeleid. Helemaal. Ik weet... Ah. Oh, verkopen. Dit kan weg, 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 dit kan weg. Dat kan blijven, die kan weg. Ja, weg. Dan krijg je maar 500 credit voor. Ik wilde nog iets gaan doen. Wat wilde ik gaan doen? Nee. Oh, één casino chip. Oeh. Mag het casino in? Yeah! Dat is een mogelijkheid. Je kan het casino in. Ik heb vandaag naar Pink Floyd geluisterd, naar een LP op YouTube van een LP uit 1968, Source of Full of Secrets. Ah, heerlijk. Een heerlijke LP. Set Time en... Oh, fantastisch. Pink Floyd is een van mijn favoriete bands. Ik ben in 1986 ben ik aan een concert van ze geweest. The Wall. Oh, dat was zo mooi. Was dat Utrecht, geloof ik? Ik dacht dat het Utrecht was. En de Eagle is landed. Ka-tjink. En ik zeg, wij gaan even... Oh, wacht, is er een vliegpunt? Jazeker, Outpost Tempest. Kijk, dan hoef ik dat stuk al niet meer te rijden. Nee! Nee. Outpost Tempest. Ik hou er niet van om meters te verslijten. Alles is maar 10 meter dichterbij. Ik pak hem. Nou, en dan was het nog de verkeerde geweest. Pardon! Oh, ja, daar ben ik. Ja, maar dat Souls of Full of Secrets zit nog steeds in mijn hoofd. Ik zit met mijn benen, zit ik nog steeds op de bieter. En ik hoor het geluid in mijn oren. We gaan daarheen. Oké. Oh, net ook heerlijk gegeten. Ik heb in plaats van spiegelaar die roerrijm met spek gemaakt. Oh. Bacon. En vanavond ga ik soep eten. Oh, lekker. Ik had al vermicelli toegevoegd, want ik maak altijd de soep een dag van tevoren en de volgende dag ga ik de vermicelli erin. Want als je te lang laat koken vermicelli, dan lost het op. Dus dat gooi ik altijd op het, de dag dat ik het ga koken, gooi ik het erin. Ik heb de soep nu opstaan op een laag pitje, dus het wordt vanzelf gekookt dat spaghetti, vermicelli gaar. Ik heb het gevoel dat ik goed ga. Ik zou zweren dat ik verkeerd ging.
Ah, ik dacht dat ik iets op de map zag wat ik kon harvesten. Maar dat verdween. Of ik zag iets, ik zag het dat het er niet was, dat kan ook. Ja, nou zie ik het al. Ik doe het al vet, geen probleem. Ja, ze heet vette, maar ik noem de vet. Ga maar zitten, we gaan. Bijzon, kijk, en nou is het een leuke. Welke moeten we hebben? Ik dacht dat het deze was. Vul in. Vul in. Ik heb het ontdekt. Vul het nou in. Ja, want ik moet via de stad. Als je nou via die kant had gegaan, had je helemaal daarheen gegaan. Als ik dit stukje zie, weet ik dat ik goed ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Ah. We zitten nu in juli. Wauw. 21, 22 juli. Wauw. Augustus, september, oktober, november. Nog 4 maandjes. Dan ben ik jarig. Dan wordt deze knul 50 jaar. Ik zag het net op tijd. Nee, vet, ik doe het. Ik doe het, man. Ben je gek? Als we lopen, mag jij doen. Ik heb toch gezegd dat ik geen slaaf nodig heb? Of een werkster. Ja, dan gaan we hier door. Er is ook één quest die ik absoluut niet doe. Want dan moet je je eigen dood laten gaan en weer hergeboren worden. Ik heb niks met geloof en geloof wat je wil hebben, maar ik wil er ook niks aan met iemand er ook maar aan doen denken dat het ermee te maken heeft. En zoals ik zeg, je mag van mij geloven wat je wil. Voor mij geloof je in een wasknijper. We hebben een prinses gehad die gelooft in bomen, die praat ermee. Dus. Ik heb er geen moeite mee, maar zoals ik zeg, nee. Ik ben een atheïst, ik blijf een atheïst. Dat is ook de reden waarschijnlijk dat ik geen kerst vier. Ik weet niet. Of er komt dat ik altijd werk met kerst, dat kan ook. Ik heb geen aanhanger meer, dus ik heb niemand thuis op me wachten. Ja, maar kijk maar. Dus ik kan hem zo lang werken, zes dagen in de week werken, wat ik wil. Mag mij niet uit. Ga jij nou weg, outside box. Niet pauzeren. Dus kunnen jullie dan zien jullie op voorhand al welke afleveringen erop staan. Oh, het een ellende. Dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij niet uit. Dus we weten hoe het draait, wat de titel is en wat er gebeurt. Dat zie je toch niet dus. Hahaha. Bing. Hebben ze niet nodig. Oh, wacht even, ik zal jullie trek laten zien. Trek, kom erbij. Trek? Oh, daar. En. Sorry. Trek! Ja, andere kant. En, is dit een man of een vrouw? Toen ik hem kocht, dacht ik dat het een mannetje was, maar het blijkt een vrouwtje te zijn. Hoe ik dat weet. Nou, de tijd is om. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video. Doei!